De luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en de Verenigde Staten is uitgebreid. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Met de uitbreiding van de overeenkomst zal de onderlinge handel en het goederenverkeer toenemen. Minister Ildis Polak-Biegli zei bij de ondertekening dat soortgelijke overeenkomsten ook met andere landen aangegaan zullen worden. Het NII benadrukt dat luchtvaartovereenkomsten maatschappijen in staat stellen om efficiënte en kosteneffectieve internationale passagiers- en vrachtdiensten aan te bieden.